Cedric, goedemiddag. De vlottentocht is weer van start gegaan bijna. Met hoeveel zijn ze? Vandaag zijn we ongeveer 170 deelnemers en een 19-tal vlotten. Houdt dat bepaalde risico's in als jeugdvoorzitter? Op zich houdt dat niet zoveel risico in. We hebben een brandweer bij ons en alle andere diensten zijn ook allemaal in, ja, ingelicht, dus dat kan wel in orde. Is dat nu echt een van de top-evenementen van de jeugddienst? Voor de jeugdraad is dat toch wel een van de betere evenementen. Daarnaast zullen ze ook nog niet op het speelstad, dat is ook wel een van de grote evenementen, maar deze kan toch wel tellen. Dag Tijl, loopt een tocht in Eindhoven. De hoeveelste maal doet hij al mee eigenlijk? Goh, ik denk dat dat al de 8e keer is ondertussen. Ik denk 6 keer als gast en nu de 2e of 3e keer als leiding. Ja. Met de scouts van Manders, er zijn er heel veel. Met hoeveel vlotten gaan jullie te water? Ja, wij gaan met 3 vlotten te water vandaag. Dat moet je het al, hè? Ja, tof. We hebben nu ook eens vorig jaar toch maar 2 vlotten, maar nu een 3e bij. Ja. Moeilijk om zoiets te maken eigenlijk? Nee, dat is redelijk simpel. Gewoon wat tonnen, wat touw en wat balken. Het is wel iets heel speciaal achter u, daar, die fiets. Vind ik persoonlijk toch? Ja, het is iets anders. We hadden het idee van een pedalo. En we dachten we aan eens proberen namaken met een fiets. En ja, het is geschieden. Zo staat de fiets er nu. Het weer zit alvast mee, hè? Ja, het is super weer. 24 graden geef ik op, denk ik. Dus vorig jaar ook super weer en nu weer. Dat is heel tof. Hallo, dag Jelle. Zo'n overhote zaterdag, voormiddag nog altijd, straks de vlottentocht. De hoeveelste maal neemt u deel? Zeker al voor de 6e keer nemen we deel met onze Giro Appeltrui. En in het begin waren we met een klein vlotje begonnen, maar nu begint het al stilaan uit te breiden. Tot... Het zeggen begint al de moeite te worden. Hè? Ja, we zijn ongeveer met 30 man, denk ik. En tot nu toe hebben we al een paar keer de prijs met het meest op de vlot gewonnen. Maar wanneer zijn jullie al bezig? We zijn hier al van 8 uur bezig. Ongeveer de eerste die er zijn toegekomen. Dus vroeg opgestaan voor hier direct aan te beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. De laatste details zijn we aan het afwerken. Mooi. Jullie geven hem binnenkort ook een 5. Wat kan u ons daarover vertellen? Dat is Drop the Busby en dat is op 12 mei in de Kuip. Dus we hopen dat er veel volk naartoe komt. Want het is voor... gewoon een 5 voor de jongeren of kan iedereen daar gewoon naartoe komen? Iedereen kan daar naartoe en het geld gaat naar ons kamp voor ons te steunen. Dus dat is mooi in de reden. Zijn daar prijzen aan verbonden eigenlijk aan zoiets? Er zijn inderdaad prijzen aan verbonden. Dat gaat dan eigenlijk over, over een beker dat we uitreiken voor de persoon of het vlot die als eerste toekomt. En dan ook nog het vlot met de meeste personen op het vlot zelf. En dan daarnaast ook nog de pechprijs naar de jaarlijkse gewoonte. De pechprijs is altijd de moeite waarschijnlijk toch zoiets. Wat gaat dat zo in, de pechprijs? Dat hangt er nog een beetje vanaf van wat we gaan geven, want dat is een grote verrassing. Ja. Zo van dat touw even te struikelen. Laat het daar blijven hangen, hè. Ik moet al eerst de balken bij te komen. Team 3. Oeh, sorry. We hadden vandaag, zoals ik daarnet vernomen heb, extra warme buurtjes voorzien aan de aankomst. Blijkbaar niet nodig, hè, vandaag met dat zomerweer. Nee, zeker en vast niet. Nee. Het weer zit goed mee. Dus dat betekent geen nog een feestje vanavond in Roosdaal? Dat hangt af van hoeveel volk er blijft natuurlijk. Ziet er goed uit, toch? Hè? Ja, zeker en vast. Het wordt ook bemand door het uur, door het jeugdhuis. Het is de eerste keer dat ze dat doen. En dat is eigenlijk omdat ze zichzelf graag willen inzetten voor de jeugd op zich. Dus het komt ook allemaal dik in orde.
Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninosmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.